Eerst was het een industrieel terrein van Philips, maar nu is het het middelpunt van design in Eindhoven. Strijp S is de afgelopen jaren steeds meer het middelpunt geworden van de creatieve industrie. En steeds meer creatieve ondernemers vestigen hier hun bedrijven. Zo is het dus ook vanzelfsprekend dat de creatieve school Sint-Lucas zich hier gaat huisvesten. Het terrein ligt op een kleine afstand van het centrum van Eindhoven en telt ongeveer 27 hectare, waarop nog veel van de oude fabrieken van Philips te vinden zijn. Een van die gebouwen is het klokgebouw, waarvan de klok ondertussen een van de meest iconische kenmerken van Strijp S geworden is. Sinds het begin van Strijp S is er veel veranderd, niet alleen qua bedrijven, maar ook qua uitstraling is het terrein wat moderner geworden. Ondanks de oude gebouwen die nog op het terrein staan. Nou vroegen wij ons af wat mensen op straat nou van de geschiedenis van het klokgebouw weten en of ze het wel een mooi gebouw vinden. Wat weet u van de geschiedenis van het klokgebouw? Om heel eerlijk te zijn, helemaal niks. Niet zo heel erg veel. Het oud Philips gebouw, dat is het enige wat ik ervan zou kunnen zeggen, maar... Oh, eerlijk gezegd niet veel. Weet u wat er voortaan te doen is in het klokgebouw? Ja, meestal wel, want ik zit hier op school, dus ik ben hier eigenlijk altijd. Ik ben sinds een paar weken gepensioneerd. En nou hadden wij de gelegenheid om hier eens rond te kijken. En dan kwamen wij hier bij het Veemgebouw. Maar wat er bij het klokgebouw verder te doen is, dat zou ik eigenlijk niet kunnen zeggen. Ik heb het niet zo gevolgd allemaal. Vindt u het klokgebouw eigenlijk mooi? Ja, maar ja, niet helemaal mijn stijl of zo. Ik weet niet. Ja, dat is voor mij natuurlijk wel een mooi gebouw, omdat het mij herinnert aan onze jeugd. Want ik zei al, wij keken altijd naar Philips. Als wij uit de straat keken. En het heeft voor ons een hele mooie herinnering. Ik vind hem heel mooi, maar dat is vooral omdat ik dan weet als ik naar mijn werk ga 's morgens dat ik op tijd ben of niet. De mensen op straat weten nog niet heel veel over het klokgebouw. Dus hebben we afgesproken met de directeur van het klokgebouw, Jan Buijs. Die gaat ons meer vertellen over de geschiedenis en wat er in het gebouw te doen valt. Hoe lang werkt u al in het klokgebouw? Ik ben hier gekomen in 2009, januari 2009. En het eerste jaar heb ik eigenlijk niet veel anders gedaan dan bouwvergaderingen. Toen gingen we waren de plannen om hier evenementen te gaan doen. Dus toen waren er denk ik een stuk of 6 evenementen per jaar. Dutch Design Week, Speedfest, Struipfestival en een 80s 90s feest. En na een dik half jaar dat ik hier was, is die verbouwing begonnen. We hebben nog een jaar verbouwd en pas daarna kwamen echt heel veel evenementen op gang. Wanneer werd het gebouw voor het eerst voor een evenement gebruikt? Ik denk in 2007, 2 jaar daarvoor. Ja, het eerste feest was een nieuwjaarsfeest van Extrema. Waarvoor werd het gebouw eerst gebruikt? Het was een fabriek van Philips en ze maakten er filieten. En filieten is een kunststof. Bakeliet heet het ook wel, waar zeg maar de frontjes van radio's van gemaakt werden, telefoons, een soort voorloper van plastic. Dat werd hier gemaakt. Wat voor verschillende soorten evenementen worden hier gehouden? Eigenlijk van alles. Het gaat van Dutch Design Week tot dance events, tot concerten, tot urban sport, tot expositie. Alles wat zeg maar bijdraagt aan een goede profilering van Strijp S. En dat betekent dat we heel divers willen zijn, dat we heel veel culturele dingen willen doen van een bepaald kwaliteitsniveau, maar ook juist niet te veel van hetzelfde. Eigenlijk hebben we een aantal kernwoorden waar we de programmering aan ophangen. Dat is rouw, urban, cultuur, kennis, design. Daar omheen proberen we toch wel 80% van de evenementen aan te laten voldoen, zeg maar, aan die kernwoorden. Zijn er buiten evenementen ook nog andere dingen te doen in het klokgebouw? Ja, zeker. Ik bedoel, je
gaat nu met mij en ik ben verantwoordelijk voor de evenementen in de hal. Maar boven de hal zitten nog 8 verdiepingen en er zitten nog 100 andere bedrijven. Hoofdzakelijk ook creatieve bedrijven. En in de linkse vleugel van het Klokkenbouw zit Popeye met zijn oefenruimtes voor beentjes. En in de rechtse vleugel zit ook nog het Blue Collar Hotel. Dus het Klokkenbouw is wel degelijk veel meer als evenement alleen. Vanaf de tijd dat het door Philips werd gebruikt, was het al een belangrijk gebouw. En jaren later, nu het geen fabriek meer is, dient het Klokgebouw nog steeds als belangrijke factor voor creatieve ondernemers, muziekliefhebbers en creatieve evenementen. En dit zal het nog vele jaren blijven doen.